Goedemorgen, het is weer donderdag, dus trainingsdag 3. Ja, ik ga dus weer trainen. Ik weet niet wat voor weer het wordt. Het is tegenwoordig, als je opstaat, is het nog nacht. Dus ja, het is in ieder geval geen fors weer, maar er staat wel een windje. Ja, ik ga eerst de dingen zien. Ik ga eerst lopen en fietsen. En daarna ga ik even kijken. En buikspieren, ga ik ook nog doen. En daarna moet ik even kijken wat ik voor de rest moet gaan doen. Dus als het goed is, komt Wim vandaag ook weer. En, als ontbijt heb ik mijn trainingsontbijt. De kwark en de twee eitjes. Ja, ik was vanmorgen een kilootje zwaarder geworden. Ik weet niet hoe dat komt. Misschien omdat je toch spierenmassage kweekt. Dus. Ik ga even eten. En ik zie u later. Een goede middag. Ik ben weer terug van training. Ik ben helemaal leeg. Ik heb ook een shake gemaakt. Voor, een beetje bij te komen. Maar ik ben echt helemaal leeg. Wat was het nou? We deden dan een leg press. En een, of het een balletje was. Schopte we 100 kilo weg. Maar... nu kwam er iemand, jullie doen het verkeerd. Je moet hem helemaal opbrengen en dan weer terug. Dus vanaf stand 1, ja, dan is 100 kilo echt wel veel nog. Maar ik heb het volgehouden, ik heb het 30 keer gedaan. Buikspieroefeningen. En weer voor mijn schouders. Want dat blijft een hekelpunt bij mij. Daar zit in ieder geval kracht in. En ik kom nu tot 20 kilo. En dat vind ik al behoorlijk. Als je bij 9 bent begonnen. Een maand terug. Dus. Chest press gedaan. Op 41,5 kilo. Dus. Lopen 35 minuten. Fietsen 40 minuten. Het is droog en er staat niet zoveel wind. Dus ik denk dat ik vanmiddag even een rondje nog doe. Maar ik ben echt moe. Ik zal laten zien wat ik heb als lunch. Dat is een salade. Niet van Joma, maar van Robbie. Met tonijn, tomaat, komkommer en witte kaas. En dan heb ik ook nog de heet in je pens. Om even bij te komen, die shake, dat is een eiwitshake. Dit heb ik al een paar keer verteld, maar ik zal het nog een keer. Bleekselderij, rode peper, sinaasappelsap en wijpoeder. Wijpoeder. En dat moet opgedronken worden. En dan herstel ik en dan blijf ik even een half uurtje zitten. En ik ga om 1:30 ga ik even een klein rondje doen hoor. Alleen een klein rondje. Even een halve polder door. Het is 10 kilometer. Dus, ik zou zeggen tot vanavond. En tot het volgende filmpje. We eten vanavond iets met broccoli. Dus, Een goedemiddag, we zijn weer aangekomen bij het item van... wat eten we vanavond? We eten vanavond zoete aardappel met broccoli. U zal denken van... goh, wat saai! Het is niet saai hoor.
wat hebben we nodig? 1 zoete aardappel. Ongeveer 125 gram. Als je in je eentje bent, zoals ik. Bosui of salade-ui. Broccoli, 125 gram. En een dressing. Met mosterd, honing. Er staat eigenlijk sinaasappel, maar die kon ik niet krijgen. Dus ik heb mosterd, honing gedaan. En dat wordt hem. Dus het wordt geen saai gerecht. De zoete aardappel gaan in de oven. 45 minuten. Snij als patat. Als Belgische patat, laat ik het zo zeggen. En het gezicht achter me, dat is de oven, die staat warm te maken. Dus ik ga koken en ik zie u zo meteen. En goedenavond. We zitten weer aan de tafel. Wat heb ik gedaan vandaag? Namelijk heb getraind, zoals gewoonlijk. Ik krijg wat van die deel ervan. Ik heb getraind zoals gewoonlijk. En daarna heb ik nog 15 kilometer gefietst. Vanmiddag. En even op ziekenbezoek geweest. En ja, nou, dat heb ik gedaan. Ja, wat heb ik als eten? Dat is zoete aardappel met broccoli. Zoals je ziet. De zoete aardappel wordt 45 minuten in de oven gekookt. Broccoli en lenteuitjes. En een rode peper zit er doorheen. Dus het is weer heerlijk. Heerlijk kruidig. Ik ga, wat ik vanavond ga doen, dat weet ik echt niet. Ik ga in ieder geval niet naar de Vara Show kijken. Dus ik behal daarvan. Ik ga er niet naar kijken. Dus. En ik wens u een hele prettige avond. Ja, de filmpjes zijn wat saai de laatste tijd, maar ik heb ook een beetje, het is niet van het mooie weer dat ik u even mee kan nemen op de fiets. Dus, nou, ik wens u een prettige dag.